Ik doe het eigenlijk al jaren zo en er is ook nooit iets van gezegd door niemand. Ook geen scheef gezicht of zo. Barry is vanaf het begin een diehard fan van het bedrijvenuurtje in Hengevelde. Ik heb nog nooit een bedrijvenuurtje gemist. Nee, ook al ben ik zo ziek als een hond, ik moet er toch naartoe. De eerste vrijdag van de zomerfeest in Hengevelde is voor mij gewoon heilig, zeg maar. Toch werkt Barry niet bij een bedrijf uit Hengevelde. Ja, werken doe ik wel, alleen niet in Hengevelde. Ik heb de laatste 15, 16 jaar ook niet meer bij een Hengevelds bedrijf gewerkt. En ik heb daar ook geen behoefte aan, als ik eerlijk ben. Dit weerhoudt Barry niet om toch naar het bedrijvenuurtje te komen. Het voelt gewoon goed. Mensen zijn vriendelijk. En ook al werk ik zelf niet in Hengevelde, ik ken hier toch veel mensen. Vrienden, familie, buren, noem maar op. Ik voel me gewoon thuis op het bedrijvenuurtje. Ik voel me welkom. Dat was het bijzondere verhaal van Barry. Werk jij ook buiten Hengevelde? Ben je al met pensioen of heb je gewoon niet zo'n zin in werk? Of juist wel, maar is dit even niet mogelijk? Het bedrijvenuurtje is er ook voor jou. Doe net als Barry en twijfel niet, want iedereen is welkom op het bedrijvenuurtje.